François, na 90 minuten staat er een 3-0 op het bord. Dan lijkt er eigenlijk niks aan de hand in zo'n wedstrijd. Nee, je bedoelt een beetje of die uitslag wat geflatteerd was. Daar doe ik op, ja. Ja, dat denk ik misschien wel. We begonnen heel goed aan deze wedstrijd. In de tweede helft hadden we wat minder grip op de wedstrijd. Zonder in het begin nog veel kansen weg te geven. Nou, later in de wedstrijd gaven we wel wat meer kansjes weg. En uiteindelijk bij 2-0 nog een grote kans. Ja, uiteindelijk zie je wel dat we in de omschakeling nog steeds heel gevaarlijk blijven. En nog goals kunnen maken, waardoor we uitlopen naar 3-0. Maar er was een fase in de wedstrijd in de tweede helft waarin we weinig grip hadden. Ja, ik denk dat we de eerste helft op zich best goed spelen bij Vlaag. Alleen in de tweede helft merkte ik dat we echt heel slordig waren. En ja, dan dat is gewoon heel jammer dat je die bal heel snel kwijt bent. En dus die 2-0 die kwam wel op een lekker moment, denk ik. En ja, uiteindelijk is het gewoon weer een overwinning en de 0 gehouden, dus dat is prima. Ja, hoe kwam dat jullie zo weinig grip hadden in het begin van die tweede helft? Ja, ik denk dat het, ja goed, zij hadden het wat anders gedaan. Ze gingen met de punt naar voren spelen, maar ik denk dat het daar niet zozeer in zat. Ik denk dat we aan de bal gewoon niet zo goed waren. We waren heel snel de bal weer kwijt. En zij waren wat vaster op het middenveld aan de bal, waardoor we wat minder druk kregen op de bal. Ja, dan kom je wat meer achteruit te lopen en uiteindelijk creëren zij daar wat kansjes uit. Waarbij Matthijs volgens mij een keer goed redt, een goal afgekeurd wordt. En uiteindelijk bij 2-0 krijgen ze nog een grote kans die Ole volgens mij blokt, waar ze zich voorgooit. Ja, ik denk als ik vooral naar ons kijk dat het een beetje ligt dat we aan de bal gewoon niet goed genoeg waren om de vrije man te vinden. Ja, dat is altijd lastig. Ik denk dat Os het op zich prima deed, alleen ik denk dat wij het ook... Ja, we waren te slap. We kwamen die tweede helft misschien iets te nonchalant of zo eruit. Ja, ik weet het niet. En dan laten we het een beetje liggen. Maar ja, ik zei die 2-0 scoren en dan hebben we op zich wel grip op. We krijgen ook nog wel andere kansen, dus dat is op zich prima. Ja, dan, je zegt net al, je krijgt een paar kansen tegen. Dan hangt die 1-1 in de lucht, maar dan voer je een wissel door en dan kom je ineens op 2-0. Wat was jouw gedachte achter die wissel? Ja, toch een klein beetje dubbel. We wilden het middenveld wat versterken met Zian. En wat meer power daar, we wat beter georganiseerd hebben. Dat stond niet goed, dan kregen we geen goede druk. Plus met Anthony van Moussaba voorop heb je natuurlijk veel snelheid erbij. Om in de omschakeling nog wat te doen. Nou, dat bleek wel uit de 2-0 en uiteindelijk de 3-0 die hij op de paal schiet en die Zian binnenschiet. Dus dat pakte goed uit, omdat hij op het einde nog, omdat zij risico gingen nemen, met een extra verdediger gaan spelen. Nou, toen hebben we volgens mij niks meer weggegeven, hebben die wedstrijd eigenlijk wel uitgespeeld. En hadden we op het einde misschien nog een goaltje kunnen maken, zou niet verdiend zijn geweest, zoveel. Ja, die 2-0 had je ook nog een aandeel in. Moussaba loopt door, jij hakt hem lekker door. Ja. Maar na die wissel ben je toch in de spits gaan spelen, hoe is dat voor jou? Ja, ik heb in de jeugd ook veel in de spits gespeeld. Een beetje op 9,5, niet een echte klassieke spits. Dus wat ik net al zei, die driehoek links, 10 spits, dat vind ik gewoon heerlijk. Dus ja, het maakt echt niet uit waar ik dan sta. Nee, je noemde net Anthony Moussaba al even. Valt weer goed in. Bezorgden jullie wellicht een puzzel? Ja, er zijn wel meer mensen die ons een puzzel bezorgen. Dus dat is voor ons alleen maar mooi. En dat zegt toch wel iets over de kwaliteit van deze groep. Zit dicht bij elkaar. Als jongens erin komen, dat heeft ook begin van het seizoen bewezen, heeft dat ons veel opgeleverd al qua punten, qua doelpunten en nu ook. Dus dat is helemaal goed. Doelpunt en assist, ik denk dat dit een hele lekkere pot voor jou was, of niet? Ja, zeker. Het was een heerlijke wedstrijd. Weer gewonnen en zelf lekker. Ja, in deze positie vind ik het allerlekkerste dat ik in die vrije rol heb. Lekker aan de bal komen, dan geniet ik echt van voetbal en dan komt mijn kwaliteit ook denk ik best naar voren. Je zegt, deze positie vind ik het allerlekkerste. Dat bedoel je dus op de linksbuitenpositie? Ja, kijk, ik heb nu gewoon een beetje een vrije rol, dus ik kan in het middenveld inkomen. Ik hoef niet per se aan de zijkant geplakt te staan. Zian beweegt ook voor, dus ik kan ook in de spits komen. En 10 links spits, ja, die driehoek zoek ik meestal gewoon op. En daar heb ik nu gewoon alle vrijheid in en dat is echt heerlijk. Nu nog even iets anders. Ik hoorde op de tribune een beetje wat gemor ontstaan. Een roep om Randy Wolters, die werd toegezongen. Die heeft nu al een paar wedstrijden niet meer heel veel van zich laten zien. Zit er een gedachte achter vanuit de trainers? Nee, wij vinden nu op dit moment dat het zoals het stond de laatste weken goede resultaten gehaald. Dat daar geen reden is om daar te wisselen. En uiteindelijk de wisselingen die we daar hebben gedaan zijn vooral aan de rechterkant met Anthony Moussaba. Dus ja, je kijkt natuurlijk ook. In het begin zijn we zoekende geweest voorin. Uiteindelijk hebben we daar voor een bepaalde formatie gekozen, bepaalde types gekozen. Nou, dat heeft ook uiteindelijk opgeleverd dat we 4 wedstrijden hebben gespeeld en 10 punten hebben gehaald. Dus dan ga je niet zo snel wisselen. Op dit moment zijn de andere mensen beter. Op dit moment kiezen wij voor andere mensen en is het ook weer aan andere jongens om zich te laten zien, zoals Anthony Moussaba. En dat is mooi en dat kan in wedstrijden als je invalt en dat kan op trainingen, dat kan in andere wedstrijden die we spelen. Dus ja, iedereen heeft voldoende mogelijkheden om zich te laten zien. En uiteindelijk ben je natuurlijk als speler altijd afhankelijk van de keuzes van de trainer. Nou, wat ik zei, en daarin hebben wij gewoon de laatste weken gewoon het team laten staan wat succesvol is geweest. Dan nog even iets anders. Een paar weken terug stond hier iemand anders met een microfoon voor jou snuffelen. Die heeft het toen ook over het vallen gehad. Maar ik zag je toch heel vaak op de grond liggen weer vandaag. Vandaag?
Ja, ik zeg eerlijk, was een penalty daar. Want ik maak een schaar en hij zet daar benen voor. Maar ja, ik vond dat ik deze wedstrijd niet heel veel op de grond heb gelegen. Nee, vond je niet? Hoe vaak heb ik op de grond? Ja, ik weet het niet echt. Volgens mij, ik ben er wel aan op het letten en ik... Ja, misschien moet ik even terugkijken, dan zal ik proberen nog vaker om mijn been te blijven staan. Ik zal het even bespreken met je trainer, man. Ja, dat ga ik doen. Succes verder. Volgende week lekker vrij. Hoe gaan jullie de interlandbreak in? Ja, ik had liever doorgespeeld. Hè, want daarna spelen we Helmond uit en Utrecht thuis. Dus dat hadden we liever, want de vorige interlandbreak is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Nou, gaan we waarschijnlijk een oefenwedstrijd spelen om toch wat jongens ook weer minuten te geven. En uiteindelijk gewoon lekker trainen en ja, dan weer door naar Helmond. Klinkt goed, succes. Dankjewel. Thanks, goed zo.